Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Nu er vrijdag ineens geen duizenden gladiolen te hoeven worden uitgedeeld, dreigen de boeren te blijven zitten met grote partijen onverkochte bloemen. Reden genoeg voor de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, om een alternatief te bedenken: het verkopen van de bloemen voor het goede doel. Het Mariekehuis in Nijmegen, een inloophuis voor mensen die getroffen zijn door kanker, is de gelukkige. Mijn naam is Ruud van Domburg en ik ben vrijwilliger bij het Mariekehuis. Het Mariekehuis is een inloophuis voor mensen geraakt door kanker. Kan dus heel breed zijn. Dat hoef je niet zelf te overkomen. Het kan ook een schooljongetje of schoolvriendje van school zijn. Noem maar op. En ik ben daar vrijwilliger en doe onder andere met nog wat collega's de sponsorcommissie. Kort gezegd, de intentie is de samenwerking met het Mariekehuis. Wij verkopen gladiolen. De opbrengst ervan gaat naar het Mariekehuis. En de teler, in dit geval Johan Denissen, het gladiolenpeel, krijgt toch zijn onkosten vergoed. Nou ja, mooie actie van de boeren uit het Rijk van Nijmegen. Hè, die het Mariekehuis steunen door gladiolen te verkopen. En daarmee hebben we toch nog een beetje het vierdaagse gevoel binnen. En het goede doel van het Mariekehuis, inloophuis voor iedereen die met kanker te maken heeft, steun je dan ook. En dat laatste is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Ik ben blij dat ik iets mag doen. Het is heel stil, maar gelukkig hebben we wat activiteit. En ik geloof dat ik al een bos of 20 verkocht heb. En gladiolen horen nu eenmaal bij de Vierdaagse. Nou, ik vind het wel een hele sierlijke bloem. Maar ik moet zeggen, het is wel vooral in die Vierdaagse week. We hebben altijd thuis bij ons in de Vierdaagse week 1 of 2 bosjes staan. Toch het symbool van dit Vierdaagse. Ik heb er al thuis liggen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar, vierdaagse of niet, de sfeer in de binnenstad is goed deze week. Wat opvalt, is dat veel Nijmegenaren het hert op de goede plek hebben zitten. Kopen de bossen bloemen, het is toch fantastisch. En daar zijn we heel erg blij mee. Niets meer dan dat en niets minder dan dat. Trots op de stad en trots op iedereen die hier toch dit feest komt vieren. Mooi weer, mooie mensen, een goede burgemeester. Nou, wat wil je nou nog meer? Ja, ik denk dat wij het fantastisch hebben.